Ik ben net terug thuis van een tripje naar Londen. Ik ben samen met Tristan een paar dagen geweest om nieuwjaar te vieren en om zijn familie daar te bezoeken. Gisteravond toen we aankwamen hebben we bij hem nog geslapen en nu vanochtend ben ik dan naar huis gekomen. Ik ga meteen de koffer uitladen en alles, alle kleren wassen en dat soort dingen. En dan moet ik er al meteen gaan invliegen. Want de dieren moeten verzorgd worden. Ik hoor ze al roepen. Dus daar gaan we beginnen. Ik ga zoveel mogelijk in één keer dragen. Ik heb geen zin om 10.000 keer op en af te lopen. De muts. En de koffer. En dan heb ik alles. Terwijl ik weg was, hebben mijn mama en onze vrijwilligers de dieren verzorgd. Dus ik ben echt heel dankbaar dat zij dat voor me gedaan hebben, want anders kon ik natuurlijk niet weggaan. We zijn van donderdag tot maandag weg geweest. Dus gewoon maar een paar dagen. En mijn mama zei net dat ze inkopen was gaan doen voor de dieren en dat ze alles ook al had uitgeladen en dat het hier allemaal klaar staat. Dus ik kan er dadelijk meteen aan beginnen. Dit is wat er hier allemaal staat. Nathalie heeft weer wat gratis groenten mogen ophalen in de winkel voor de konijnen en de cavia's. Super fijn. Er is nog wat brood, bananen, wortels en dit zijn dan alle bakken met het eten. Hier staat echt zoveel rommel in huis. Hier ben ik bijvoorbeeld mijn karton aan het verzamelen. Dat moet allemaal nog weg. Maar ja, alles op zijn tijd. Ik moet ook nog heel veel wasjes draaien en dat soort dingen. En gewoon het hele huis poetsen. Maar ja, komt wel goed. Dit ding was trouwens echt super handig tijdens het tripje. Ik heb dat gekocht bij de CNA. Daar heb ik mijn gsm dan altijd in gehad. En mijn bankkaarten en dat soort dingen. En hier is er dan zo'n handig ding om muntjes in te doen. Maar ik had daar mijn kauwgom in gedaan. Ijskoud! Oh mijn god. Voordat ik vertrok had ik de verwarming super laag gezet. Hoeveel had ik? Ja, oké, dat staat hier dus op 13. Ik ga even mijn werkkleren aandoen. Ik word altijd zo vuil als ik buiten ben met de dieren. Dus ik heb altijd een outfitje dat ik daarvoor gebruik. Goedemorgen! Allemaal heel snel naar het eten. Rennen, rennen, rennen! Bowie is ook al op mij aan het roepen. Dus we zullen hem als eerste buiten laten. Goedemorgen, Bowie! Ik heb jou gemist hoor, Bowie! En daar gaan we. Gaan we jouw rolstoeltje aandoen, hè, Bowie? Mijn plan voor het nieuwe jaar is trouwens om... Ik ga niks beloven, maar ik ga het proberen. Eén keer per week een dierenvideo te posten. En één keer per week een vlog. Of gewoon eender welke video ik zin in heb. Bowie is klaar. Daar gaan we. Eén video per week zal echt exclusief over de dieren gaan. Daar zullen jullie dan ook alles van de opvang in kunnen meevolgen. En de andere video zal gewoon een beetje meer over mijn leven zijn buiten de opvang. Misschien post ik de ene week maar één video. De week erna weer twee. We zullen gewoon een beetje... Daar gaan de ganzen. We zullen gewoon een beetje zien hoe het gaat. Maar ik ga mijn best doen. Nu gaan we Odile wakker maken. Hallo, mijn schatje. Oh, goedemorgen, kippetje. Odile, dag mijn engel. Hij heeft de protheses aan en hij is klaar om naar buiten te gaan. Het gaat echt al super goed. Ik ben zo blij voor hem en ik ben zo trots op hem.
Ik had echt nooit gedacht dat hij het zo snel zo goed zou kunnen, want het is toch wel echt een hele grote aanpassing voor hem. Hallo Diel. Ja, hij wil altijd over dit gevaarlijke brugje gaan. Oh, pas op, hè, pas op. We gaan dit brugje veel breder laten maken en ook met een railing aan de zijkant, zodat hij zeker niet in het water kan vallen. Hij gaat altijd meteen daar naar het bankje, daar ligt er meestal wat hooi. Ik wil nogmaals echt iedereen bedanken die gedoneerd had voor de protheses van Odile. Of iedereen die het gedeeld had of erover gesproken had met anderen. Het is gewoon echt heel fijn om te weten dat er toch echt nog heel veel dierenvrienden zijn. En dat we dit voor Odile hebben kunnen doen. Ik had een beetje stress ervoor of het wel zou lukken en of Odile er wel mee zou kunnen stappen. Maar het is allemaal goed gekomen, dus ik ben daar oprecht heel blij om. En het had zeker niet gekund zonder jullie allemaal. Dus dank jullie wel om te doneren. En ik hoop dat jullie net zo blij zijn als mij. Dat hij nu gewoon een comfortabel en fijn leven tegemoet kan gaan. Ik ben zo blij voor hem. Ik ga nu verder met het verzorgen van de dieren, dus ik zie jullie straks weer. En de dingen die ik film van de dieren, dat zien jullie dus in een andere video. Maar ik dacht, het is wel leuk om eventjes Bowie en Odile samen wakker te maken en nog eens een update over hem te geven. Dus ik ga eraan beginnen nu. Hallo, konijntjes! Oei, waren bang van mij. Nog één ding voordat ik ga. Hier in dit stalletje, naast de konijnenren, slaapt mijn duifje altijd. Daar zit ze. Ben je nog moe? Ik ben net ook even snel boodschappen gaan doen, want we hebben echt letterlijk niks in de koelkast. Ik heb eigenlijk een heleboel pasta gekocht. Ik heb deze macaroni. Fusilli. Dit doe ik graag in de soep, in de bouillonsoep die ik ga maken. Penne. En dan twee pakjes cappellini. Dan heb ik ook nog een pakje tofu. Ik ga deze week weer zelf sushi maken. Is een van onze favoriete dingen om te eten. En ook veel goedkoper als we het zelf maken. Ik doe daar altijd graag tofu in. En Tristan heeft graag nuggets erin. Deze zijn vegan nuggets van The Lidl. Heb ik nog niet gehad, dus we gaan ook eens kijken of die lekker zijn. En deze balletjes zijn ook voor Tristan. Hij heeft die heel graag, dus die gaan we waarschijnlijk vanavond eten. Ik heb wel wat extra pakjes meegenomen. Die kan ik dan in de diepvries zetten, hoef ik niet elke keer opnieuw naar de winkel te gaan. Nog een pakje nuggets. Champignons, echt een onmisbaar ingrediënt voor mij elke week. Twee blikjes met erwten. Een zakje sla. Een zakje soepgroenten. Paprika's en wortels. Ik wilde me net gaan douchen en toen ging de bel. Het was de postbode met onze kalenders die eindelijk geleverd worden. We hebben echt, ik denk anderhalve maand geleden ondertussen, de kalenders besteld die we elk jaar verkopen om gelden te zamelen voor de opvang. Maar als jullie ons volgen op Instagram, dan weten jullie dat daar heel veel problemen mee gepaard gingen. En ja, dat de wachttijd dus veel langer was dan normaal. Dus ik ben heel blij dat ze er eindelijk zijn. Ik hoop dan ook echt dat ze mooi zijn. Ik kon natuurlijk niet anders dan Odile op de voorpagina te zetten. Dus hij is de ster van de kalender dit jaar. Ik moet wel zeggen, ik vind de kleuren een klein beetje raar. Misschien komt het op camera anders over dan in het echt. Maar
Odile lijkt een beetje blauw. Ik had dus bij mijn bestelling ook aangegeven dat ik wilde dat deze bedrading, of hoe moet ik het noemen, dat dat wit is. Maar ze zijn allemaal zilver, dus dat is helemaal niet wat ik gevraagd had. Natuurlijk geen big deal, maar na al die problemen en wachten had ik wel verwacht dat het dan ook echt top zou zijn. Maar voor de rest zien ze er wel heel goed uit. Dit is bijvoorbeeld een foto die ik echt super leuk vind. Dat is onze geit Kiko met haar twee zoontjes. Iedereen die een kalender gekocht heeft, nogmaals sorry voor het lange wachten. Ik vond het ook heel vervelend, maar nu zal het helemaal niet meer lang duren totdat jullie hem ontvangen. Misschien hebben jullie hem zelfs al ontvangen tegen de tijd dat deze video online komt. Maar dus, hier zijn ze dan eindelijk. Ik heb een beetje hulp ingeschakeld voor het inpakken van de kalenders. Want we hebben echt in alle buien een veel te lange to-do-list vandaag. Dus we gaan elkaar een beetje helpen. Dit zijn de papieren. En ieder ding mag dus gewoon één. Het is het makkelijkste als je die samen erin stopt. Als je die zo doet. En we leggen dat op. Ja. Oké, zo goed. Ik vind dat wij wel eens een video moeten maken waarin we onze love story vertellen. Ja, echt maar aan de kant. Vind je ook niet? Ik was een avondje op Tinder aan het scrollen en daar was ik. De liefde van mijn leven. Nee. Sophie Sanders. Zo is het totaal niet gegaan. We hebben het grootste deel van de kalenders ingepakt. Blij dat Tristan heeft dat gedaan. Tristan heeft het grootste deel van de kalenders ingepakt. De rest maak ik morgen af. En morgen worden ze ook allemaal verzonden. We zijn ondertussen nu bij hem thuis. En ik ga beginnen aan het eten. Ik ben al begonnen met het schillen van de groentjes. We gaan pasta maken vandaag. De saus bestaat uit alleen maar groenten. Dus ik ga daar paprika in doen. Een ui, aardappel, wortel. En dan heb ik hier ook nog cashewnoten. Die ga ik weken in wat water. En die gaan de saus lekker romig maken. Dus gewoon een simpel avondmaal. Maar ik heb zoveel honger. Dus het moet gewoon even snel gaan.